Yo, lieve mensen van Basic Games. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe serie en een nieuwe aflevering samen met Armin. Het spel is Loadout. En dat is een third-person schietspel. En dan gaan we gewoon even lekker spelen. Ja, het is een nieuw spel. We zitten tegen elkaar. En jij wordt meteen gevakt, Mark. Ja, inderdaad. Oh, ik ben meteen dood. Nou, oké. Okay. Ja, vertel nog maar wat over het spel, want ja. Ja. Ik ben even in gevecht, dus dan ben ik altijd aan het concentreren. Ja, tuurlijk. Nee, het is een, zoals ik al zei, het is een third-person schietspel. Het is een beta. En ik heb de verkeerde loadout. Dus ik kan nu echt beroerd spelen. Dat is echt vervelend. Oh wacht, ik had deze had ik. Het kan niet. Nou, dat zal wel. Dat klopt trouwens wel. Zo, ik praat over mezelf. En Armin, als jij mij is gewoon niet kapot gaat knallen. Ja, dat dacht ik ook. Ja, inderdaad, jongen. Wat kan ik over het spel vertellen? Je hebt een verschillende spelopties. Ja, ik heb iemand gekillt. And you're next. Dus je hebt Capture the Flag en je hebt Kill Confirmed. Kill Confirmed, zoals in Call of Duty, voor de mensen die dat spelen of wel eens gespeeld hebben. Ja, tuurlijk, maar weer op mij schiet, hè? Oh, ik had hem bijna, die J-Bond Imbra. Oh, ik pak hem. Nee, hè? Hij liep met 10 AP, liep hij verder. Dat is oké. Kill en een headshot en een bounty confirmed. Geen idee wat dat inhoudt, maar het zou wel goed zijn. Ik kreeg 70 punten mee. Oh ja, ik heb iemand gekillt. Oh ja. Ja, ik het dus niet. Ik ga echt beroerd slecht. Want ik heb helemaal mijn wapens heb ik verkeerd gedaan. Oh, die kun je toch kiezen? Ja, maar dat heb ik verkeerd ingesteld net. Dat is ook wel het leuke aan dit spel. Je kan je wapens kun je helemaal zelf, helemaal gewoon van top tot teen kun je customizen. Dus je kan bewijzen van spreken. Kan je een snipergeweer met het magazijn van een minieken van bijvoorbeeld 100 wapens, van 100 kogels of zo, kan je op elkaar zetten. En dan ook nog een vlammen ding is erbij. Dus dat als je gehit wordt, dat je dan vlammen krijgt waar je nog extra mee gedamaged wordt. Oh, dit gaat zo slecht met mij. Gaat bel. Ja, maar had op zich wel redelijk. Staat 3-3, een beetje assist. En, kom maar rond. 2-4. Kort, heel de tijd word ik genaaid door verschillende mensen. Oh, dit is. Waar ben jij ergens? Ik ben, weet ik veel waar ik ben. Ik weet niet waar, hoe dat. Ja, vriend, you're freaking mine. Zo, heb de assistie. Dank je. Fuck! Wat? Ik weet niet of hij voor wapen had, maar. Even kijken, ik ga ook een andere loadout. Want ik had net een eigen wapen gemaakt. Even kijken of dat die goed is. Dit is dus een wapen met allemaal vuureffecten erop en een aparte scope. Een hele long range scope. Heb je dat, ja? Oh jee! Ja.
Jullie zitten gewoon met z'n tweeën, zitten jullie mij te nakken. Oh, dat kan ik gewoon zo... Nou, dat kan ik zo slecht tegen. Oh shit, hoe kunnen ze goed zijn? I put my rocket inside you. Oké. En dan word je van heel dichtbij word je gehit met een raket launcher. Als die melding er komt. Ja. Ja hoor, tuurlijk. Mark 1, 2, 3, weer gekild. Ja, dit is door wie? Echt... Door baas Arwin. Ja, dit is echt waardeloos. Ik kan daar niks van. Zit hij daar met z'n vuur een beetje mij neer te knallen hoor. How can you throw grenades? Hoe moet je praten? Dan kan ik het. Oh. How do you talk? Ik sta 5 om 6, jij staat 2 om 7. Ik ben sowieso beter. Het is met de C-knop. Ik wist niet of jij dat trouwens al wist. Nee. Oh shit. Ik kom terug. Waarom hebben we nog een raketje op? Waarom ga ik dood? Huh? Dat is oké. Okay. Wel aardige mensen. Kut, waarom is die Jim Boskus zo goed? Ik kan hem bijna. Ik ga denk ik zo meteen even andere load uit. Weet je hoe slecht ik ga? Ik heb helemaal mijn load uit. Heb ik helemaal verprutst. Dit is wel echt een goed begin van een nieuw spel. Ja. Zo slecht. Was het goed dat ik win? Ja, maar dat ik verlies is kei slecht. Ja. Ja, we zitten in het andere team, dus als ik win, dan verlies jij, ja. Dat is kei Tesla assist. Netjes. Oh. Hoppakee. Oh, zo so close, hè. Kill the knight. Hoi. Waar loop jij? Kom jij nog terug of niet? Ja, dacht het dus even. Ja jongen, boeien. Oh, oh ja hoor, ik ben hier ijselijk goed in. Ik kan namelijk mijn eigen ammo boxen helaas. En nog een kill, ja hoor. En dan denkt hij dat hij mij daar kan pakken. Ja, jongen. Oh yeah, your team won. 7 om 7 en jij staat 2 om 9. Ja, dat is zo slecht. Dit was dus het eerste potje. Eerste potje loadout. Who's the greatest? Baas Arwin. Ja, dat klopt. Nou, Arwin gewonnen. Dat is zeker waar. Ja, oh, wat heb ik gewonnen? Ik heb 150 Spacebucks gewonnen. Ik heb 400 gewonnen. Zo, doe je goed. Nou ja, dit was dus het eerste potje loadout. Ik vind het zeker een leuk spel. Dus mijn eerste indruk is zeker wel positief. Mm-hmm. En ik denk dat ik hier ook zeker wel vaker commentaars van ga doen. Samen met mijn broer Mark natuurlijk. Ja. Wat was er ook weer met die codes? Kun je dat nog vertellen? Het is een spel wat in de beta zit en er zijn, als het goed is, nog codes vrij. Terwijl we gaan even uit het potje gaan, Arwin. Ja, oké. Okay. En dan even naar home. Er zijn nog codes vrij als het goed is. Ik zal het linkje in de beschrijving zetten. En dan moet je even registreren met je e-mail. En dan krijg je een e-mailtje, dan moet je op een link klikken en dan krijg je een code en die kan je activeren via Steam. Nou, voeg ons dan allebei ook even toe op Steam en dan kan je eventueel met ons spelen. Als ja, je en dan kunnen, we samen met jullie met de kijkers spelen. Ja, dus, dat zou wel leuk zijn. Dus, wees snel, want die codes zijn misschien wel binnenkort op. Ik weet niet hoe ver ze zijn, maar... Nee, ik zal ook even kijken en dan zal ik dan even een annotation van maken. Ja. Dus bedankt voor het kijken. Wij bedanken jullie zeker voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dat duimpje omhoog, reageer op de video en abonneer op het kanaal. Ja, dan gaan we doe dat allemaal en dan zijn we hartstikke tevreden. Nou, dit was onze eerste loadout commentary en we zeggen gewoon houdoe. Houdoe. Houdoe.